Minister van Financiën Stanley Ragubarsingh benadrukt dat de regering geen leningen zal afsluiten op basis van toekomstige olieinkomsten, ondanks aanbiedingen tijdens een werkbezoek aan de Wereldbank en het IMF. Suriname ontving recent een dubbele kredietupgrade van Moody's, mede dankzij een prudent financieel beleid, waarmee de kredietwaardigheid van het land verder is gestegen. We willen niet dat toekomstige generaties belast worden door schulden op basis van olie die nog geproduceerd moet worden, aldus Ragubarsingh. De minister kondigde verder aan dat de regering pas na de verkiezingen in mei beslist over een nieuw IMF-programma. In de tussentijd heeft Suriname een overeenkomst gesloten met de Wereldbank voor $22 miljoen aan concessionele financiering om de leefomstandigheden te verbeteren. Ook wordt de wet op het spaar- en stabilisatiefonds aangepast, zodat olieopbrengsten gebruikt kunnen worden voor de huidige begrotingen en voor toekomstige generaties. Ragubarsingh onderstreept met deze beslissingen de inzet voor een duurzame financiële basis zonder de toekomstige welvaart van Suriname op het spel te zetten.